vind dat echt een onwijs indrukwekkend gezicht, al die vliegtuigen. Het is echt een belangrijk deel van de Nederlandse economie, ook zo'n luchthaven. En ik vind het gewoon waanzinnig mooi als je daar zo de startende vliegtuigen ziet. En dat is je werkplek, daar loop je iedere dag tussen rond. Het traineeship heeft vier opdrachten van telkens 6 maanden. En die zijn bij heel veel verschillende afdelingen. Dat kan echt overal bij zijn, bij de commerciële afdelingen of bij de meer operationele dingen. Dit heeft alles te maken met mijn eerste project. En dan zat ik bij de afdeling die verantwoordelijk was voor het inplannen van werkzaamheden. We staan hier bij zo'n onderhoudsproject. Hier wordt een nieuwe pier aangepast. En je kunt je voorstellen, als je hier aan het werk bent, moet je er ook voor zorgen dat de mensen binnen weten dat er geen passagiers worden ingepland. Je moet met de bagage afstemmen dat ze met hun karren minder makkelijk naar binnen kunnen. Maar je moet bijvoorbeeld ook met de beveiliging, met security afspraken maken. Er moeten veiligheidsmaatregelen worden getroffen, dat er hekken staan en zo, dat het werkgebied netjes is afgebakend. Dus het kost een heleboel voorbereiding om zo'n onderhoudsklusje hier te doen. Je eerste project, daar word je natuurlijk gewoon opgezet, want dan ken je ook niet wat er allemaal te doen is. Weet je het gewoon niet, dus die krijg je toegewezen. Maar daarna kun je zelf ook aangeven wat je interessant vindt. Ben je helemaal vrij om zelf in de organisatie te gaan praten met mensen waarvan je denkt van het lijkt me leuk om daar een opdracht bij te doen. Als er afdelingen zijn die je interessant vindt, kan dat gewoon. Maar het is voor je eigen ontwikkeling natuurlijk wel aan te raden om te proberen zo divers mogelijke projecten te zoeken. Dus ik heb een keer iets heel operationeels gedaan, een keer wat meer commercieel. Dus nu zit ik al meer in de strategische hoek. Je kunt er ook voor kiezen om nog een keer leiding te gaan geven. Dus op die manier kun je echt heel breed ontwikkelen. Je hebt voor ieder project een opdrachtgever. Dit is degene die voor dat specifieke project de manager is. Daar kun je natuurlijk mee overleggen en dingen aan vragen. Die beoordeelt je ook. Daarnaast hebben we nog een mentor binnen het bedrijf. Dat is iemand die al wat hoger in het bedrijf opgeklommen is. En die kan je vertellen over, nou, die kan je in contact brengen met mensen die een keer wil spreken. Die kan je vertellen hoe je om moet gaan met bepaalde problemen, hoe het binnen het bedrijf echt werkt. En als laatste, en dat is ook heel erg fijn, hebben we nog een speciale coach waar we altijd met z'n tienen met ons traineegroepje heen gaan. Daar hebben we 6 keer in die 2 jaar van het traineeship een 2-daagse training. En dat gaat echt over je persoonlijke ontwikkeling. En de bedoeling is dat we aan het eind van het traineeship gewoon kunnen doorsolliciteren op een interne vacature.